Nieuwe onthullingen deze week in de privé over de zaak Breukhoven. Ja, het was even stil. Het werd alweer eens tijd. En we kregen de beschikking over nieuwe pagina's uit het geheime politiedossier. Die wederom zeer onthullend en schokkend zijn. Want nu blijkt Hans Breukhoven ook nog voor een miljoen te zijn afgeperst na die brutale roof van de kluis uit zijn villa. Ja, want wat is er precies gebeurd? Want dat verhaal kennen we nog niet, hè? Nou, er lagen aardig wat stukken in. Onder andere de scheidingsakte van Connie en Hans. De geheime scheidingsactie, waarin alle details van die scheiding geregeld zijn. Ja. In alle stilte. Er is altijd gezegd dat Connie een bedrag tussen de 20 en 30 miljoen gekregen heeft. Ja. En ook die scheidingsactie bevond zich in de kluis. En op een gegeven moment zijn de daders van die afpersingszaak in elk geval, het is niet duidelijk of dat hetzelfde zijn als de kluisrovers, van de weg gereden door een arrestatieteam. En dat is, die is alsnog in beslag genomen. Er ligt nu ergens open en bloot op een politiebureau. Ja, want het zijn drie mannen. Die hebben, er is door een soort tussenpersoon heeft er gebeld naar Breukhoven, naar een Free Records Shop, dat is een kantoor. En er werd er gezegd dat hij iets terug kon kopen, dat hij zijn stukken terug kon kopen. Hans stond toen helemaal op scherp, heeft zich helemaal in die affaire verdiept. En hij is er heel erg op gebeten om in ieder geval die klokjes terug te krijgen. Nou, de scheidingsakte zal hij ook wel graag weer in zijn nieuwe kluis hebben liggen. En hij heeft zelfs een compliment gekregen van de politie over de manier, de koelbloedige wijze waarop hij dat allemaal heeft aangepakt. Hij heeft een paar keer afgesproken met de man die zei, ik heb al die spullen. En dat is hem, hij is niet bang, moet ik zeggen. Dat nee, doet hij gewoon. Want ze vroegen 8 ton, de afpersers. Ja, eerst 1 miljoen, toen 8 ton. En dat is duur komen te staan, want zij zijn dus van de weg gereden. Evert, de Middletons, dat zijn hele slanke dames. Nou, ze blijven de gemoederen maar bezighouden, wereldwijd. Het is niet zo gek als je zoals Pippa en zo'n indruk maakt op de best bekeken bruiloft aller tijden. Haar geheim is natuurlijk, hoe houdt ze dat figuur? En het zijn niet alleen, maar ook de moeder. En vroeger had je die reclame van net zo slank als je dochter, maar dat geldt bijna wel. Nou, we hebben deze week het dieet opgeduikeld waarmee de hele familie zo slank blijft. Het Dukan-dieet heet het en hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat lees je in privé deze week. Ja, daar kan je kilo's van afvallen, is weer de nieuwe belofte. Ja, nieuwe techniek. En je moet op een paar dingen letten en andere dingen mag je juist heel erg veel. Dus dat gaan we lezen. Het is geen heel streng dieet. Ja, en verder heb jij in de privé deze week prachtige foto's van? Ja, van Daan Schuurmans en zijn bracha in huwelijkse outfit. Want al onze fotografen zaten op Ibiza met alle huwelijken die daar waren dit jaar. Maar gelukkig hadden we er nog één over. En die is erin geslaagd om de officiële foto's te maken van Daan en bracha. Geposeerd op de trappen van het Amstel Hotel. En ik ben er heel erg blij mee, want het huwelijk van Daan. Ja, Daan is echt een grote ster van zijn generatie. Ik ben erg blij dat we dat toch niet gemist hebben. Ook al was de bedoeling dat dat huwelijk zich heel strikte geheim zou gaan afspelen. Oké, deze week in de privé. Tot ziens.